Het programma voor vandaag beginnen we eigenlijk altijd met het vertellen over de groenten en de fruit, van waar ze vandaan komen. En dat we best kiezen voor seizoensgebonden fruit en groenten. Daarna spelen we een spelletje. Over dan leren ze, dan voelen ze over groenten en fruit. En pas achteraf gaan we echt iets klaarmaken met die groenten en de fruit. We kiezen ook altijd voor lokaal gebonden groenten en liefst ook seizoensgebonden groenten. Rijzen en aardbeien groeien in de lente, zoals jullie zien in die kalender van de lente. Ik heb geleerd dat de passinaar uit de winter komt. Fruitjes en groenten van sommige landen komen naar ons land terecht. Maar als dat niet in onze land groeit, komen ze met de vliegtuigen en dat zorgt ervoor CO2 en onze aarde wordt warm. Het was heel lekker, behalve een beetje bij de wraps was een beetje te veel look, maar dat geeft niet. Ze hebben nieuwe dingen geproefd, het was leuk om een glimlach op hun gezicht te zien vandaag.